Nou, goedemiddag allemaal. We zijn hier bij de innovatiemarkt, zoals wij dat noemen binnen Castella in Kuik. En hier zie je allerlei hulpmiddelen, materialen die een steuntje in de rug zijn wanneer je thuiszorg nodig hebt, wanneer je thuis ondersteuning nodig hebt, wanneer je in een verpleeghuis ondersteuning nodig hebt. Maar ook allerlei dingen die het leven aangenaam maken, van aangepaste spellen, aangepaste materialen. Om het leven zo comfort mogelijk te houden. Nou, we staan hier bij Michel van de Schakelfietsen. Dit is een nieuwe vorm van rolstoelfiets. Vroeger had je vaak dat een rolstoelfiets op een plateau ging en dan ging je fietsen. Hier gaat de cliënt in zitten. Dan ga je fietsen. Maar als je nu bij een winkel bent, bijvoorbeeld bij de HEMA of zo, en denkt, ja, ik wil toch even met de cliënt naar binnen. Dan koppel je dus gewoon de fiets los van de rolstoel en ga met de cliënt heerlijk even naar de winkel. Het fietst heel licht. Het rijdt heel licht. Heeft een ondersteuning op. En je koppelt hem weer gewoon aan en je gaat weer fietsen. Dat is eigenlijk de nieuwste vorm van een rolstoelfiets. Nou, misschien kan ik eraan toevoegen, Michel, en ook voor de kijkers. Zo'n rolstoelfiets, niet die je los kunt klikken, die hebben we bij Castella in Kuik en bij de Schittering in Haps. En voor de mensen die graag willen gebruiken, schroom niet. Bel naar Castella 0485 844402 en reserveer een fiets en dadelijk ook de duofiets die we in beeld krijgen om daar gebruik van te maken. Kost niks, je moet alleen je legitimatiebewijs meebrengen, maar maak er gebruik van. Hij is voor u, voor de burgers van de gemeente, voormalige gemeente Kuik. Dan hebben we hier langs hebben we de duofiets. Dat is natuurlijk nog veel gezelliger, want dan zit je niet achter elkaar, maar je zit langs elkaar. Hier, dit is voor de bestuurder, die regelt het alles. En hier gaat de cliënt op zitten. Als je dan een cliënt hebt die wat moeilijk kan gaan zitten, dan kun je hem ook nog draaien. De cliënt gaat zitten en draait gewoon nog een keer en fietst mee. Je hebt de mogelijkheid dat hij mee kan fietsen, maar je hebt ook de mogelijkheid om deze stop te zetten als een cliënt niet kan fietsen. En dan heb je hier een mooie... En dan kan de cliënt dan de voeten opzetten en je fietst heerlijk rond in een mooie land van Kuik. Ik sta hier bij Sandra, zij is werkzaam bij de Schittering en daar hebben we deze prachtige deken van geleend om vandaag en morgen te laten zien. Vandaag tot vanavond 8 uur en morgen tussen 10 en 6. En Sandra wil graag vertellen waar deze deken voor gebruikt wordt en waar die vandaan komt. Ja, wij gebruiken deze waakdeken of vlinderdeken op de Schittering als een bewoner komt te overlijden. Wij verzorgen de bewoner eigenlijk tot het laatst toe. De mogelijkheid is ook dat een bewoner bij ons blijft tot het moment van het afscheid. Op het moment dat een bewoner is overleden en verzorgd is, leggen wij als dat wenselijk is voor de familie, leggen wij de deken over de bewoner heen gedrapeerd tot halverwege. We hebben ook losse vlindertjes. De familie is dan in de gelegenheid om een los vlindertje te kiezen. Die leggen we dan bij het hoofdkussen neer. Mogen ze zelf een kleur bepalen. En op de dag dat het afscheid van die bewoner is, dan gaat het deken over de kist heen. Dan hebben we een uitgeleide binnen de Schittering, waardoor de familie en de bewoner naar buiten toe begeleiden. En op dat moment, als de bewoner uit de Schittering is en de Schittering echt verlaten heeft, dan komt de deken terug en dan krijgt de familie eigenlijk die losse vlinder mee als ze aandenken. En ja, het is een stukje van, wij vinden het heel belangrijk als iemand bij ons komt wonen, dat het een warm welkom is, maar dat ook het afscheid vooral ook warm moet zijn. En we merken dat de familie dat heel erg op prijs had, dat het ook heel fijn is voor de familie. Ze gaan er eigenlijk ook in een warme deken uit, zullen we maar zeggen. Nou, ik sta hier bij twee mensen van Twarby. Die hebben aangepaste fietsen bij, zoals jullie zien. En willen jullie zelf uitleggen wat het voordeel is van jullie fietsen? Eigenlijk laten we het achterwiel demonteren. En zetten we ons product eronder, waardoor je van het twee- en driewieler kunt maken. Dus de verlenging van je mobiliteit en van je fiets. En kan dat ook bij een elektrische fiets? Ja, zeker. Bij fietsen met een middenmotor of een voorwiel aangedreven motor. Ja, van de achtermotor kan niet, want die wordt eruit gehaald, hè, het achterwiel. Dus, Oké, dankjewel. Ja, mooi product.
Niet alleen voor ouderen, maar ook voor kinderen met een lichamelijke beperking. Ja, dus die kunnen eindelijk een keer een mooie knalroze fiets uitkiezen. En dan met de Torby gemonteerd. Dus op die manier proberen we eigenlijk een hele grote doelgroep mensen te helpen. Ja. Mooi, dankjewel. Ja, jullie ook bedankt. Een rondje Kuik. Langs Castella. Langs Castella. Ja, precies. Ja, dan gaan we nu wel. Ja. Zo groot vandaag. Alles bekend een beetje? Nee. Alsof je gewoon op de fiets zit buiten. Ja, dat moet ik leren met. Ja. Dus elke keer als ik u aanraak, komt er een geluid. Ik kan er dus verschillende geluiden uit krijgen als ik mijn hand er zo op leg. Komt er een ander geluid? Dan zo. Als ik uw hand vastpak, is de hele cirkel rond. Ja hoor, dat, ja. Mogen jullie je handen loslaten, één hand, ja? En zodra jullie dan weer aanraken, mag je die hand nog vasthouden daar? Ja. En als je dan mijn hand pakt, en zo kun je een beetje spelen, dat je dus kiest of dat je alleen handen vastpakt of tikkelt. Kunnen jullie bijvoorbeeld weer spelen met de handen? Samen bij een aantal hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden, zowel in de thuissituatie als binnen het wonen in een verpleeghuis. Je ziet hier bijvoorbeeld een badbrancard, een douchebrancard, die je kunt gebruiken wanneer mensen het heerlijk vinden om nog onder de douche te liggen. Aangepaste stoelen om te gebruiken boven de toilet of boven de douche. Een hulpmiddel waarbij iemand overeind geholpen kan worden als hij is gevallen. En waarbij het lichaam te zwaar is of geforceerd is om het alleen te doen, is dit een prachtig hulpmiddel wat nu in beeld wordt gebracht. We hebben natuurlijk allerlei tilliften, sta-opliften, beddensteunen, toiletstoelen, digitale agenda's die op afstand gevuld kunnen worden. Dus dat bijvoorbeeld een van de kinderen kan zeggen dat op donderdagmiddag 3 maart of 2 maart er naar een verjaardag gegaan moet worden. Of dat iemand om 5 uur niet moet vergeten om de soep en de broodmaaltijd te eten. We hebben een Medido, echt een ultiem middel voor mensen die thuis wonen en die regelmatig vergeten om een medicatie in te nemen. Er zit een wekker op en die begint te piepen als het medicatietijd is. Zodat je het niet vergeet, stopt ook niet voordat je de medicatie hebt gepakt. En als het te lang duurt, dan wordt een van de kinderen of wordt de thuiszorg ingeschakeld dat de betreffende persoon de medicatie niet heeft ingenomen. We hebben een concentrator die je mee kunt nemen in je rugzak, in je scootmobiel, in je rollator.
om toch naar buiten te kunnen wanneer je behoefte hebt aan meer zuurstof. Denkt u nu naar alles wat ik gezien heb, daar zou ik wat meer informatie over willen. Bent u niet in de gelegenheid om vandaag of morgen hier naartoe te komen? Neem contact met mij, Henk Ermers van Castella in Kuik en van de Schittering in Haps. En ik doe graag mijn best om u door te verwijzen naar of de leverancier, of degene die het verhuurt, of degene waar u tijdelijk kunt lenen om te kijken of dit voor u een toepasselijk gebruiksmiddel is. Dankjewel voor uw aandacht en zorg dat we elkaar helpen in een toekomst waarbij we elkaar keihard nodig hebben.